Je hebt een masterclass gegeven, je hebt een interview gehouden of je hebt gewoon een langere video gemaakt waar je eigenlijk korte fragmenten uit zou willen halen. Ik kan je vertellen, dit is heel makkelijk met een tool zoals OpenScript om dit voor elkaar te krijgen. En in deze video laat ik je zien hoe dit precies werkt. Om gebruik te maken van OpenScript hebben we de website te bezoeken opus.pro. P-R-O. En wat je gelijk al ziet is de belofte van 1 lange video, 10 korte viral clips, korte video's, dat je die er heel makkelijk uit kan halen en dat je veel makkelijker dit voor elkaar krijgt. Nou, dat klinkt als een prachtige belofte en ik ga zeker met je delen of dit helemaal klopt. Nou goed, hoe werkt het? Het is dus een AI tool en wat ik heel fijn vind aan Opus is dat het ook heel veel extra mogelijkheden heeft. Zoals ondertiteling, zoals het toevoegen van extra video of fotomateriaal. Het aanpassen van welk moment je precies selecteert. Al dat soort zaken. Als je gaat beginnen met OpenScript, dan heb je een account aan te maken. Je kunt in principe het gratis uittesten. En daarna kun je gaan naar een betaald account. En het werkt heel erg simpel. Je voegt hier gewoon de link aan toe, de videolink waar je korte fragmenten uit wilt halen. Dat kan zijn van YouTube, van Vimeo, van Zoom, Rumble, Facebook, LinkedIn, Twitter, StreamYard, al dat soort dingen. Dus hè, als je een masterclass hebt gegeven met Zoom bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat je daar korte fragmenten uit wilt halen. Als je een langere YouTube video hebt gemaakt, dat is natuurlijk bijzonder interessant. Hè, want dan kun je ook op die manier meer aandacht genereren voor de langere content die je hebt. Maar het kan ook eens zijn van de andere bronnen. Zolang je maar een bestaande video hebt waar je inderdaad korte fragmenten uit kan halen. Even een korte demo. Nou, hoe werkt het dus? Ik voeg hier de link toe van in dit geval mijn laatste YouTube video. Die heb ik gekopieerd. En dan klik ik op Get Clips in One Click. Nou, dan krijg ik een melding van dit wordt verwerkt. Je moet eventjes wachten, ook met een indicatie van hoe lang het ongeveer gaat duren. Hoe langer de video is, hoe langer het duurt natuurlijk. Maar meestal is het vrij snel allemaal gedaan. En het fijne is, je krijgt vanzelf een e-mail notificatie. En dat betekent dat je ondertussen gewoon lekker andere dingen kan gaan doen. Vanzelf een waarschuwing krijgt als je inderdaad kan kijken naar wat er is gegenereerd. Yes, het mailtje is binnen. Zoals je kan zien, your clips are ready. Dat betekent dus dat we het resultaat kunnen bekijken. Nou, hier zien we dus de video's die Opus heeft gecreëerd automatisch. Het zijn er meer dan 10. Ik heb net al even gekeken hoeveel zit hier tussen. En Opus maakt er automatisch een soort van top 10 van. Hè? Dus die eerste vindt Opus dan het allerbeste. Je krijgt hier ook een uitleg over. Met ook een waardevolle tip daarin. Dus dat vind ik ook wel erg interessant. Zeker als je steeds betere content wil maken. Dan kun je hier naar kijken. Ook iets over de flow. Over de engagement. En ook al iets over de trend. Hè? Deze video gaat over YouTube Shorts. Is dat inderdaad een goed onderwerp op dit moment? Zo wordt ernaar gekeken. En dan vervolgens, als ik op het potloodje klik, dan kom ik uit bij dit gedeelte. En dat betekent dat ik de video zelf nog kan gaan aanpassen. Dus hè, ik zit niet vast aan het fragment wat is uitgekozen of hè, hoe dat precies eruit ziet. Ik kan nog allerlei dingen aanpassen. Nou, het is sowieso handig om de korte video gewoon even af te spelen. Om te kijken van, hé, hoe klinkt het eruit? En je ziet dat bepaalde woorden zijn gaan highlight met een kleurtje, waardoor het net wat meer opvalt. Ik zal altijd kritisch hier naar kijken, want soms zijn het woorden die niet helemaal logisch zijn. En je wilt eigenlijk dat voornamelijk de belangrijkste woorden een ander kleurtje krijgen. Maar dat is gewoon mogelijk. Je kan hierop klikken. Dan kan ik zeggen highlight met hè, de kleuren die hier tussen staan. En deze kleuren kan ik ook eventueel aanpassen. Ook is het gewoon mogelijk om woorden te editen. Dus misschien heb ik hem al geen YouTube gezegd, maar heb ik YouTube gezegd of zoiets. En vindt Opus het daarop lijken, nou, dan pas ik dat gewoon aan. En zo kan ik eigenlijk door de hele video gaan en kijken wat ik nog anders wil hebben.
En ik kan ook klikken op Generate AI B-roll. En dat kan heel erg fijn zijn. He, dan wordt er automatisch, komt daar B-roll, wordt een B-roll aan toegevoegd. Dat zijn gewoon video's en plaatjes die worden toegevoegd aan het verhaal, waardoor het net wat interessanter is. Dit zie je ook als je tv kijkt. He. Het beeld blijft niet lang hetzelfde. Dat verspringt constant. En dat is vooral om het visueel interessanter te maken. En dat wil je eigenlijk ook zien bij jouw video's. Dus daar kan ik op klikken. En hier krijg ik dan een korte uitleg van hoe het precies werkt. Dus overal vind ik korte uitleg van, hè, van alle functionaliteit die erin zit. Ik heb hierop geklikt. Dus je ziet dat er nu langzaam wordt dit verwerkt, hè, door het systeem. Nou, hij zit nu op 25%, dus ik moet nog even wachten voordat ik de eindversie krijg. Maar dat is ook wel heel erg fijn dat ik makkelijk er extra content, extra materiaal aan kan toevoegen, waardoor die video net nog wat beter wordt. Nou, de B-roll is toegevoegd, dus laten we even kijken hoe dit eruit ziet. Ik hoop dat het best wel goed hierin is. Maar ook deze plaatjes, deze video's kun je eventueel aanpassen. Dus dat is ook heel erg fijn. Je hebt eigenlijk een hele handige basis en je kan het nodige aanpassen naar eigen wens. Ik kan er ook eventueel emoties aan toevoegen. Ook dat gebeurt automatisch, maar dit zou ik ook kunnen aanpassen. Dat ik denk van, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet passen. Ik wil eigenlijk iets hebben zoals druiven, want dat past veel meer bij dit stukje. Dan voeg ik dat toe. En dan zie je inderdaad de druif toegevoegd. Dus eigenlijk maakt het hele proces zoveel makkelijker en vooral veel sneller. Als laatste wil ik nog even met je kijken naar de prijs. Wat ik al zei, je kan gewoon gratis beginnen. En ik heb de link hieronder in de beschrijving gezet, zodat jij gelijk al van start kan gaan. Dan kun je het gewoon lekker uittesten. 60 minuten, dus dat betekent de duur van de video. Hè? Als je een video hebt van 10 minuten, die voeg je toe, dan is dat 10 minuten. Heb je nog een andere video van 8 minuten, wordt het 18 minuten tot de 60 minuten. En van daaruit moet je wel gaan betalen. Maar dan kun je het in ieder geval gaan uittesten. En daarna kun je hier de prijs zien. En ik ben persoonlijk van mening dat het inderdaad heel veel tijd bespaart. Dat het editen zoveel makkelijker maakt. En tegelijkertijd dat je kritisch moet blijven kijken naar wat Opus oplevert. Wat goed is om in gedachten te houden is als je Opus Clip gebruikt, is dat je kritisch blijft kijken naar de content die wordt gegenereerd. Want het gebeurt automatisch en sommige dingen kloppen wel. En soms heeft het ook gewoon wat verfijning nodig, zodat het echt voelt als content die jij hebt geëdit, die jij hebt gecreëerd. Want dan kloppen bijvoorbeeld de plaatjes niet die zijn toegevoegd, of het fragment is eigenlijk wel interessant, maar als er nog een zin achteraan wordt geplakt, dan is het logischer qua verhaal. Dus ik kan je altijd aanraden om zeker ook nog even goed daar doorheen te gaan en dan pas het te gaan delen. En wat ik je als bonus tip wil meegeven, hè, als je goede videocontent wil leren maken, dan is het ook altijd heel goed om te bestuderen van, hey, wat werkt nou het allerbeste? Als ik kijk op mijn vakgebied, hè, zijn er een aantal grote spelers die gewoon hele goede content maken. En wat kan ik van hen leren, wat ik ook kan toepassen in mijn eigen content? En daarvoor kun je ook Opus gebruiken. En dat betekent dus dat je de clip van een leuke, interessante video die jij bent tegengekomen, dat je die aan Opus toevoegt en dat je dan bekijkt welke analyse komt daaruit en wat valt daarop en wat neem je van daaruit dan weer mee naar je eigen contentcreatie. Opus Clip is in de laatste maanden steeds beter geworden en dat zie je ook echt terug in de tool zelf. En ik weet dat de tool zich blijft ontwikkelen, dus het zal alleen maar beter, makkelijker en sneller worden. Dus daarom kan ik je oprecht aanraden om deze tool op zijn minst uit te gaan testen. De link naar de tool is in de beschrijving. En laat me ook even weten in de reacties wat jij van Opus vindt. Heel veel succes en ik begroet jou gauw weer bij de volgende video. Ciao, ciao!